In de GamerKicks. Wat tof dat je kijkt. Ik ben Jim en dit is mijn video over wat is The Evil Within 2. Het is een vervolg, de op The Evil Within 1. No shit Sherlock. Uh, uitgebracht door Bethesda. ...en uh, gemaakt door Tango Gameworks. Als je de laatste paar weken uh, Gamer Geeks een beetje hebt gevolgd... ...of althans mij op Gamer Geeks... ...dan weet je uh, dat ik de laatste tijd... Uh, uh, ...compleet in de franchise ben gedoken. Als in, ik heb eerst deel 1 weer opnieuw uitgespeeld... ...en toen pas ben ik begonnen aan deel 2. Ik heb nu een uurtje of zes gestoken in deze nieuwe game. Best lang, maar ik ben nog compleet niet ver. Ik zit nog... ...ik wil niet zeggen aan het prille prille begin... Maar wel pas bij chapter 4. Terwijl er volgens mij een stuk of 14 of 15 zijn in het spel. Dus ik ben nog lang niet klaar. Uh, maar ik heb wel heel veel zin om in de rest van de game te gaan duiken. Goed, het is dus een uh, survival horror game. En uh, het verhaal. Oh, over verhaal gesproken. Spoiler alert. Als je uh, niet een aantal plotpunten wil weten van deel 1. Wat betreft deel 2 ga ik redelijk spoilervrij erin. Ik bedoel, ik ga het verhaal een beetje opzetten. Maar niet. Dat heeft spoilers voor deel 1. Dus gij zijt gewaarschuwd. Um, je speelt hierin weer als Sebastian Castellanos. Een uh, oud detective. Hij is geen detective meer. En hij wordt door het bedrijf Mobius. Wordt hij uh, Om weer een horror matrix achtige wereld in te gaan. De stem is dat. Dat is een, een computer of een machine. Die meerdere... Breinen of gedachten of personen mentaal aan elkaar linkt. Dat was ook de wereld in deel 1. En de reden waarom Sebastian er nu weer bij wordt gehaald om dit nog een keer te doen, is omdat zijn dochter nu een host is van een van deze machines. En die dochter, daarvan dacht hij altijd dat zij gestorven was in een brand. Maar het schijnt nu dus dat die, die death gefaked is, zodat zij aan dit experiment kon meedoen. Goed, jij gaat daar dus in en je komt er in een vaktap horrorversie van de Matrix kom je terecht... waarin shit naar de kloten gaat... monsters rondlopen... en je dus een baan uh, ja, moet vechten... naar je dochter toe. In de tussentijd kom je ook nog eens... een of andere weird-ass guy tegen... die slow-motion foto's... of eigenlijk hologram-filmpjes maakt... althans, zo ziet het eruit... van moorden die hij pleegt... binnen deze wereld... En dat is dus je main villain. Ik weet er op dit moment verder ook helemaal niks vanaf, dus ik ben heel erg benieuwd wie het nou in godsnaam is. De toon van de game lijkt heel erg op deel 1. Um, deel 1 was geregisseerd door Shinji Mikami. Hij is nog wel betrokken bij deze game. Uh, hij is nu producer en supervisor, dus dat betekent niet meer dat hij de leiding heeft. John Johannes heeft dat nu. En. De shift in toon merk je wel een beetje. Het probeert veel minder een Resident Evil game te zijn... en probeert nu veel meer zijn eigen pad op te gaan. Wat interessant is aan The Evil Within 2, vond ik dan althans... is het begin is best lineair. Vooral omdat dan natuurlijk het verhaal en de wereld aan je wordt voorgesteld. Maar in chapter 3, daar waar ik nu de meeste tijd heb gespendeerd... daarin kom je in een grote open level terecht... Ik zeg niet wereld, want een world, nou ja, dan worden er natuurlijk voorbeelden bijgehaald als Zelda en, en, en Assassin's Creed en GTA. Zo moet je absoluut niet denken. Gewoon een groot level waarin je een aantal zijmissies kan aannemen. Waarin je ook natuurlijk gewoon het verhaal kan achteraan volgen. Maar je kan ook vooral veel zoeken. Zoeken naar crafting materials om je wapens beter te maken. Zoeken naar green gel om upgrades te pakken. Um, zoeken naar nieuwe wapens, naar ammo en dat soort dingen. Het geeft een stukje um, veel meer vrijheid dan de eerste game. En dat vond ik wel tof. Uh, vooral omdat. Nou, dit, dit grote level, waar ik dan nu heel veel tijd in heb gespendeerd. Dat had nog een aantal verrassingen ook. Want elke keer wil je gaan zoeken naar meer. He, meer upgradepunten en meer ammo, zodat je er lekker tegenaan kan. Maar dat heeft als risico dat je in een val wordt gelokt. En dat gebeurt dus best vaak. Ik ben een random huis ingegaan, vervolgens is de deur op slot, kan ik niet meer naar buiten... en zit een of andere fucking geest achter me aan. Of je ziet een garage en dan zie je allemaal van die, van die pling, pling dingen zie je liggen van... oh shit, oh dat wil ik hebben. Vervolgens wordt die garage deur dichtgesmeten en weet je gewoon dat er een aantal vijanden achter staan... De um, game lijkt veel meer op actie georiënteerd qua gameplay en uh, die actie is lekker hard, weet je. Als je zo'n headshot doet, dan is er, pff, dan, dan spuit het gewoon lekker overal heen en is het van, fuck ja, yeah, ik heb een zombie door zijn kopje geschoten. Maar je kan het ook allemaal stiekem aanpakken. En het stealth systeem is flink verbeterd. Je kan nu een beetje alla Assassin's Creed. Kan je in bosjes verstoppen. En um, dan, dan wordt je character soort van doorzichtig. Dus dan weet je, oké, okay, ze kunnen mij nu absoluut niet zien. Um, het, het is veel minder stroef voelt het aan, allemaal. dan de eerste game. Ik, uh, ik had het idee dat ik veel meer in controle was. Totdat je natuurlijk niet weet wat voor vijanden je tegenover je hebt. of dat de game toch weer met een of andere. Uh, ja, schijnbeweging komt van. Oh shit, er staat achter die deur staan een aantal vijanden. Sommige scenario's zijn natuurlijk best voorspelbaar. Maar andere juist weer niet. Dus het, 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 voor mij is het heel spannend om dit te spelen. En ben ik ook ergens best wel bang om uh, bijvoorbeeld een nieuw huis in te gaan. Want voor je het weet zit er een of andere geest achter me aan of whatever. Ik weet op dit moment gewoon niet wat de game allemaal me af gaat gooien. En dat vind ik tof. Dat vind ik zo ontzettend tof. Dat is een kracht die de eerste game niet had. Als we dan uh, gaan kijken naar um, hè, de, de andere aspecten van de game. Hoe zijn de graphics bijvoorbeeld? Ik vind de graphics best mooi. Maar het is niet iets wat, waarvan je. Het, als je ernaar kijkt dat je denkt. Nou jongens, jezus, er worden nieuwe grote stappen gezet. Nee, dat niet. Daar richt de game zich ook niet helemaal op. Het design vind ik wel ontzettend vet. Uh, je kan duidelijk merken dat de inspiratie dit keer... Uh, Tuurlijk, Resident Evil is en blijft een inspiratiebron voor deze franchise. Maar ik merk ook dat ze veel meer vanuit andere series... Uh, uh, ja, als, als inspiratiebron pakken. Zoals The Last of Us en Silent Hill. En uh, misschien er, er ook een beetje P.T. Weet je, ik zie gewoon... Die, 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 die invloed zie ik terugkomen. En dat vind ik te gek. Dus um, ja, op dit moment, nogmaals 6 uur heb ik nu uh, gespendeerd in de game. En dat komt dus vooral omdat ik elk hoekje van dat grote level. Dat wilde ik onderzocht hebben. Ik wilde mijn fucking sniper rifle hebben. Ik wilde mijn upgradepunten hebben. Zodat ik er kayar tegenaan kan. Um, je wilt voor jezelf een gevoel van veiligheid creëren binnen deze wereld. Door middel van die upgrades. Wat natuurlijk niet altijd kan. Dus uh, ja, op dit moment ben ik uh, onder de indruk. Op dit moment heb ik zoiets van: yes, deze game is te gek. Veel beter dan het eerste. Uh, alhoewel ik alsnog wel zou aanraden om de eerste te spelen. Goed, dat zijn mijn eerste indrukken over The Evil Within 2. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende. Yo wel leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je meer wilt zien, klik dan op GG om te abonneren op dit YouTube kanaal. En als je meer wilt zien, klik dan op een van deze twee video's of ga naar de website www.gamergeeks.nl.